Defensieminister Krishna Kumari Mathura zegt dat er constant wordt gewerkt aan de verbetering van de werkomstandigheden van de militairen en mensen in dienst van het defensieapparaat. Ze benadrukte dit gisteren voor de aanvang van de vergadering van de ministerraad. De bewindsvrouw zegt dat het de bedoeling is dat militairen vooral onder gunstigere omstandigheden gaan werken. We houden het bij en u mag het echt gaan checken. We maken ook foto's. Okay. We leggen het vast, we houden het vast ook. Alles. Dus we zijn bezig constant ook te verbeteren. De kwaliteit van de voeding, de hoeveelheid, alles. Ja? Dank u. Het is niet, ik geef toe, het is niet wat het zou moeten wezen. Ik zou ze echt veel meer willen geven. Maar het is binnen de mogelijkheden die we hebben. De minister zegt verder dat zij graag meer wil doen voor haar personeel. Maar de realiteit wil dat de financieel-economische situatie het niet altijd toelaat dat zaken direct kunnen worden gerealiseerd. De geruchten dat alle ministeries nieuwe voertuigen hebben aangeschaft, klopt volgens Mathura niet. Men zegt, ja, de regering zegt, het is geen geld, maar zijn nieuwe auto's gekocht. Kijk, ik kan dat niet, en dat is wat we generaliseren. Ik heb een begroting bij Defensie en ik moet mijn beleid voeren binnen de begroting. En het is een wet die goed gekeurd is. Ja. Dus als ik in mij, ik heb geen auto kunnen kopen tot nu toe. Oh. Binnen Defensie hebben we nog geen één auto kunnen kopen tot nu toe. Okay. Nu hebben we geld goedgekeurd gekregen voor 22 en ik dacht dat het is 2 miljoen en daarmee gaan we proberen auto's te kopen. Ja, dus het is de wet en we moeten binnen onze wet kijken hoe we prioriteiten stellen. Ik kan niet vechten, het is de DNA die goedgekeurd heeft. Mathura zegt verder dat het in paraatheid brengen van het leger, waarover er eerder deze week zoveel heisa is gemaakt, niet nodig is. Ze merkt op dat de samenleving niet bang hoeft te zijn voor onze gewapende machten. Het in paraatheid brengen moet om de veiligheid van de gemeenschap te waarborgen en het defensieapparaat alerter te maken voor excessen en andere ongeregelheden die zich mogelijk kunnen voordoen. Vooral als er protesten gevoerd worden.